Hoofdstuk 8, les 5, de Franse verdediging. Na de Italiaanse opening en de Spaanse opening, nog even resumeren. Italiaans en Spaans gingen gepaard met deze twee startzetten. E4 voor wit, zwart antwoord met E5. Dit heet de zogenaamde open spelen. Waarom is dat open? Ja, kijk maar. Stukken kunnen makkelijk worden ontwikkeld. Snelle ontwikkeling heet dat. Met snelle rokaden, paden eruit. De open speler. Het Italiaans. En het Spaans. Frans, wat is dat? Frans is dit. Ook E4, wit speelt E4. Maar in plaats dat zwart antwoordt met E5, is het E6. Dit is het Frans. Staat bekend als een solide verdediging. Frans. De partij is vernoemd naar een correspondentiepartij tussen Londen en Parijs in 1834. Dat was na deze periode Napoleon, maar in die tijd streden de Britten en de Fransen volop. Frans. Parijs zal gewonnen hebben, denk ik. Vandaar dat de opening daarna genoemd is. Dit is Frans. E4. E6 en behoort tot de half open speler. En waarom is dat half open? Belangrijk om te weten. Open spelen, dit heet half open. Dit is Frans. Half open betekent dat zwart ruimte laat in het centrum voor wit. Maar er zitten een aantal dingen aan vast. Deze zet, zoals we dat zagen bij het Italiaans en het herfstmat, is onmogelijk. Zeker als zwart straks dit doet. Deze loper kan niet naar deze velden. En zeker niet op dit veld. Dus, een groot verschil met het open spel. Dit heet half open, Frans. We zien direct al dat het op 1 na meest populaire opening is op dit moment. We gaan even een stukje verder kijken. Frans. Wat is het nadeel? Het nadeel is eigenlijk dit. Vervolgzet voor wit is controle van het centrum. Dit zijn twee pionnen in het centrum. Een pionnenduo controleren deze velden. Is sterk. Staat bekend als sterk. In het begin, in de opening, gaat het over centrumcontrole. Dat doen deze pionnen uitstekend. Een kleine prijs die zwart betaalt voor deze zet. Maar zwart doet dit. Aanval op het centrum. En dan heeft wit een probleem met deze pion. Heb ik het al over gehad. Zal het moeten verdedigen. Dat kan op 4 manieren. Doorschuiven. Afruilen. Verdedigen met deze zet. Of, pardon. Verdedigen met deze zet. Paard moet ik hebben. Of deze zet. Alles heeft een voor- en nadeel. Afruilen. Dat leidt tot symmetrisch spel. Remise. Doorschuiven. We gaan eens doorschuiven. Wat zien we nu? Wit heeft ruimte op de koningsvleugel. Dit is de koningsvleugel. In het Engels heet dat space advantage. Ruimte. En ruimte. En ruimte. Deze loper kan sowieso niet daar toe. Dus de loper zal ook dit proberen te doen. Ruimte op de koningsvleugel. Aanval op de koningsvleugel. Voor zwart geldt het omgekeerde. Aanval op de damevleugel. Via een systeem. De doorschuifvariant. Die kan... Dat heette de klassieke variant. En dit heette Tarrasch. Maar vooral van belang voor het Frans is. Deze loper staat ingesloten door deze zet. Het probleem met het Frans is deze loper. Waar moet deze loper heen? Die? Dan zo? Staat allemaal geblokkeerd in het centrum. Het probleem is de loper.
Ik kom erop terug. Eerst even naar hoofdstuk 17 met de behandeling verder. De afruilvariant liet ik net zien. De afruilvariant doorschuiven. Er valt het een en ander over te vertellen. Doorschuiven. En de klassieke variant en de tarash. Klassiek is dit. Dus. Dat heeft een nadeel. Vanwege deze pion te blokkeren. En dat nadeel kan worden omzeild door deze zet te spelen. Is tegenwoordig het meest populaire in het Frans. Voor wit de tarash variant. Kom ik op terug. Bij het Frans, zeker bij doorschuiven, gaat het over druk op deze pion. De D-pion. Druk op deze pion. Tot zover even de theorie over het Frans. We zien dat het Frans de op één na meest populaire opening is op dit moment. Het Siciliaans. Siciliaans is dit. Dat kan overigens ook ontaren in het Frans. Bijvoorbeeld dit. Dan zoiets. Siciliaans. Engels. We hebben het over Frans en Engels. De twee rivalen in de 19e eeuw. Engels is dit. Kan worden beantwoord met dit. Met dit of met dit. Kom ik later op terug. Dan het Konings-Indisch systeem. Met alle Indische systemen. Dat is een damepionopening. Deze. Ja, vervolgens waarschijnlijk dit en deze. Kom ik ook op terug. Is een moeilijke opening trouwens. En Spaans heb ik het over gehad. We gaan verder zo met de Caro-Kann. Dat lijkt op Frans. Nog even de principes daarvan. Het damegambiet. En dan gaan we daarna verder snel door met het pionnen-eindspel. Want pionnen zijn heel belangrijk. Eigenlijk moet ik daar snel bij beginnen.